Het gaat om kamerstuk 35.754. Met dank aan de griffier die vandaag zijn salaris alweer heeft verdiend. Op 18 januari 2024 van half... Op 18 maart 2024 van 13.30 uur tot 17.30 uur. De bijzonderheden zullen in de handelingen worden opgenomen. Hé, poepoe. Maar we zijn er. Ik zocht nog naar een gedicht. Maar mevrouw Bromet redde mij uit de brand. En ik kreeg een appje van haar om 1 uur 36... U moet wel een beetje goed slapen, mevrouw Bromet. Met een prachtig gedicht dat zij mij toestuurde en toepasselijk is voor vandaag. Het heet De Boer van West-Wollingwouw, geschreven door Annie M. G. Smit. Dit is de boer van West-Wollingwouw. Die boer wil zo graag naar de maan. Nu zit hij zielig te huilen op bed. Nu kan hij nooit meer naar de maan. Van Annie M. G. Smit, toepasselijk voor vandaag. Een suggestie van mevrouw Bromet. We hebben vandaag 10 sprekers. Ik heb het aantal interrupties niet genoemd. Maar ik hoop wel dat het zich beperkt. En als het erg uit de hand loopt, dan trek ik alsnog de handrem aan. Dan gaan we nu luisteren naar de heer Holman. Hij doet zijn maiden speech vandaag. U kunt hem dus geen vragen stellen. Na afloop zal ik een moment schorsen voor felicitaties. Dank u wel, voorzitter. Ik ben te verminderen. Breidt u er een eind aan? Ik had extra spreektijd. Ja, maar u bent al fors door uw 5 minuten heen. Maar als u nog een alineaatje krijgt... Ik zal 10 minuten... U wou 10 minuten, ja. Nee, maar dat zou ik krijgen. Nou, dat dacht ik toch niet. Nee, 5 minuten pp is het. En omdat het is mijn medespeech. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik uw spreektijd ga verdubbelen. Als u nog een mooi persoonlijk verhaal kwijt wilt... Helemaal niet. Ik heb nog wat inhoud. Ja, maar ik kan u niet uw spreektijd verdubbelen omdat u een medespeech heeft. Nee, dat spijt me. Maar goed, misschien dat u nog iets kwijt wilt. Ik ben soepel. Ja, ik heb nog een... Ja, nou ja, dit is niet wat er afgesproken was. Maar goed, wij willen een visie brengen. Voorzitter, ik constateer dat ik keurig binnen de minuut ben gebleven hier op de klok stond. Ja, dat zeker. Hartstikke goed, dank u wel. U beschikt overduidelijk over veel expertise... En aan het eind kwam u ook nog met een mooie politieke vraag. Ik feliciteer u hartelijk met uw medespeech. Ik verzoek u om hier te staan, dan is het mijn eer en een genoegen u als eerste te feliciteren. En dan schors ik even voor felicitatie van anderen. En goed, een vraag nog van mevrouw Verder. Sorry voorzitter, kleine beentjes. Tot zover. Nee, maar ik zag mevrouw Bromet aanstalten. Ja, die maakt de hele tijd aanstalten, maar ze wil echt aan het eind ja, van de ja, voorzitter, dat is goed. Want wellicht is dat door schade en schande wijs geworden. Ja, nou, dat is precies, dat is ontzettend helder. Maar ja, dan is er wel wat te bespreken, ja. Denk ik. Maar dank u wel. Ja. Dank u wel. De heer Holman. Voorzitter, overstront gesproken. Ho, mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, ik kreeg een appje van mijn buurman. Ja, voorzitter, tot slot. Het is vandaag de kortste dag, maar... Morgen worden de dagen alweer lang. Tot zover de mededelingen. Dan zijn we nu aangekomen bij een heugelijk moment, een medenspeech, namelijk die van mevrouw Nijhoff-Leeuw. Er mogen desondanks vragen worden gesteld, zo heeft zij zelf aangegeven. Maar we gaan met veel belangstelling luisteren naar mevrouw Nijhoff. Dank u wel. Prima speech. U beschikt overduidelijk over heel veel kennis over de zaak. U brengt het met passie en u kondigt nu reeds een motie aan. U gaat ongetwijfeld een geweldig Kamerlid worden. Aan mijn eer en genoeg om u als eerste te mogen feliciteren. En dan schors ik even voor andere felicitaties. Meneer de voorzitter, dan zou ik nu graag van meneer Holman 3 maatregelen willen horen van hem... die dit acute mestprobleem nu oplossen. Het is de bedoeling dat dit allemaal eenrichtingsverkeer is aan uw kant. Dat u de ontvanger bent van alle granaten. En dat u ze niet terugstuurt. En dat heeft een hele simpele reden. Anders ja, maar nachtwerk. Mijn shield is goed ingericht, meneer de voorzitter. Ja. Dus af en toe komt er een terug. Ja. Dat was mijn beantwoording, meneer de voorzitter. Hartelijk dank. Maar dan de heer Grinwis nog. Ja, voorzitter, ja. Op dat laatste punt. Want... Nog één keer, want ik het echt zeker wil weten dat ik het goed begrijp, voorzitter. Ik zie dat u het zwaar heeft.
Klopt het dan? Deze voorzitter? Ja, ik zag de voorzitter al een paar keer gapen. Nou, dus één heel klein keertje. Één heel klein keertje. Nou, ik heb er al vier geteld, nou, hoor. Maar dat maakt nu weer veel te persoonlijk. Geeft niks. Ik heb ook zulke dagen. Als de voorzitter mij nog even een minuutje geeft om door te bladeren. Oh, dan vallen ze. Ja, als u ermee gaat strooien, dan... Ja, het is... We kunnen het ook in tweede termijn even doen. Hè? De tweede termijn komt nog even terug. Goed uit te zoeken. Ja. Ik denk dat het vruchtbaarder is. Minister Van der Wal, we gaan naar u luisteren. Terwijl minister Adema de brokstukken inzamelt. Nee, ik zeg niet van zijn beleid, dat zou ik nooit zeggen. Minister Van der Wal. Oh, fijn, ja. Maar ook nog heel veel vraagtekens. Ja, voorzitter, heb ik nou zo'n hekel aan dit technocratische natuurbeleid. Dat waren mijn vragen, voorzitter, hoop ik. En anders in tweede termijn. Ja, en dan had minister Adema nog een kleine mededeling van huishoudelijke aard, dacht ik. Ja. Oh, wat moet ik? Wacht even, ja, maar dan gaan mijn mapjes in de war. Wacht even. Probeer dat te coördineren, hè, dat soort dingen. Ja, we hadden in de eerste termijn de vraag over de tijdlijn. Spannend, laat ik het zo stellen. Maar iets minder spannend dan zo net. Nou, u zegt voor de tweede termijn. Dat is eigenlijk nu. Maar ik schors wel 10 minuten. Maar gaat u dan in 10 minuten redden? Nee, toch? Uw ambtenaren kunnen toveren, dat geloof ik zonder meer. Maar... Nee, maar dat gaat niet in 10 minuten lukken, denk ik. Nou, u gaat het proberen. Over 10 minuten begin ik... Ja, mevrouw Bromet gaat u helpen. Let maar. Ja, voorzitter, misschien kunnen we het de minister wat makkelijker maken. Want het gaat ons vooral over het moment dat we hoorden... of dat de minister wist dat hij die NV-gebieden moest gaan aanwijzen... en het moment waarop de Kamer geïnformeerd werd, volgens mij. Ja, dus als u dat kunt uitzoeken in 10 minuten wellicht... dan schors ik tot 4:10. Dat is niet de vraag, denk ik. Dat is wel waar het om ging, dacht ik, hoor. Het woord is aan de minister. Ja, de vraag is hier, wat hier gesteld, meneer de voorzitter. En daar gaat het volgens mij u om. Ja. En wanneer krijgen we antwoord op die vraag dan? Ja, ik had dus net... Ja, ik zou kijken of het lukt, maar ik kan dat niet garanderen. Anders dan stuur ik het zo snel mogelijk naar de Kamer. Want ik wil het zorgvuldig doen, want het gaat ook over contacten met de commissie. En dat is ook belangrijk dat we dat zorgvuldig doen. Zeker. Ik schors tot 4:10. En dan gaan we vrolijk verder. Ik heropen tweede termijn Kamer. Ik geef het woord aan de heer Pierik. Het is dan de bedoeling dat u naar voren komt, hè, en gaat spreken. Nee, uw termijn doet u altijd hier bij deze microfoon. Neem ook uw moties mee. Meneer Pierik, gaan we het nog beleven? Iedereen heeft nog 1:40. 1:40. De Kamer hoort de beraadslaging overwegen dit al aangenomen motie van de Plas. Nee, dit waren eigenlijk de moties. Ja, die wil ik beraden. Was maar eentje, hè? Dan. Prima. Dan de heer Holman van de fractie van Nieuw Sociaal Contract. Inclusief het advies van de Raad van State en daarbij rekening te houden met de noodzaak van de daling van stikstof. En gaat over tot de orde van de dag. Dan is er nog een vraag van de heer De Groot, of is die weg? Ja, maar de tijd loopt wel door. Dat... Ja. Nee, niet. Ja, die wordt stilgezet. Ja. Dit is een interruptie. Gaat de gang. Duidelijkheid, ik stem voor, hoor. Dus dat weet u nu al. Ja. Meneer Holman, die motie is door meerdere mensen ondertekend. Hè? Die moet u even noemen. Oké, Pierik, Van der Plas en Nijhoff. Kijk, dat wilden we even horen. Ah, ja, maar hij loopt nu alweer, voorzitter. Nu alweer, ja. Hij stond op 35 en nu hebt u 28. Dus de eerste 7 seconden tellen niet mee. En dan red ik het net. De Kamer. Dilemma's van Wageningen, die houden we even achter de hand. En dan komen we de volgende vergadering wel mee. Hebben we gedaan. Nijhoff, Pierik van Kampen, NSC. Nou ja, fracties ondertekenen geen moties. Oh, Holman. Kijk, dat waren we voor. Dit voor de eeuwigheid, ja. U was klaar toch, of niet? Ja, ik heb niet meer tijd. Nee, zo is het. Oh, dan moet u dat even voor de microfoon zeggen. Uiteraard heeft Hersberger nou ook ondertekend, want dat is het brein achter het geheel. Oh. En dat is die zekerheid. Het is goed dat we daar toch op de valreep even achter zijn gekomen. Als je maar lang genoeg blijft doorvragen. Mevrouw Ouwehand, dank u wel. Laatste spreker van de zijde van de Kamer is mevrouw Vedder van het CDA. Mevrouw Vedder.
Dank u, voorzitter. Ik wil wel even eigenlijk checken of het klopt dat de heer Pierik straks een herkansing mag, nog met een motie. Want anders ga ik hem toch vragen me snel hierheen te brengen. Ja, dan moet ik, als het u helpt, dan moet ik dat even in de groep gooien. De heer Pierik heeft net verzuimd een motie in te dienen. Hij is door zijn tijd heen, dus qua tijd heeft hij er geen recht meer op, maar hij was het even vergeten. En als startend Kamerlid zou ik voorstellen om genade voor recht te laten gelden en bij hoge uitzondering iemand voor de tweede keer in dezelfde termijn te laten spreken. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Dit was even een ordendebat. Dat is niet het geval, stel ik vast. En dan mag de heer Pierik straks in de herkansing. Nou, voorzitter, in dat geval heb ik één motie, maar het kon even niet anders dan dit. Een motie onder voorbehoud. Een nieuw staatsrechtelijk figuur. Nou, de heer Pierik. De heer Pierik in de herkansing. Moet u wel komen, hè? Ja, voorzitter. Excuses voor het ongemak. Ik had het niet helemaal scherp. Het ging allemaal heel snel. En als beginnend Kamerlid, dan moet je nog wel eens wat leren. En zo was het ook bij mij. Dus ik heb nog een extra motie. Die kon ik net niet even vinden, maar die heb ik nu liggen. Dank u wel. Heeft u ze nu allemaal gehad? Nu heb ik ze allemaal gehad. Okay, ja, dank u. Goed. Dan schors ik tot 5:05. En dan gaan we luisteren naar de beide bewindspersonen. Ik schors een half uur. En dan gaan we luisteren naar de ministers. Ik lees de motie ook niet als een spreekuitmotie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is voor de schriftgeleerden. De heer Vlag. Het kan niet. Ik wil dit niet op het spel zetten. Kortpuntig, afrondend. Dank voor de toelichting. Nou, het kan niet. Ja, simpel. Het woord is aan minister Van der Wal. En met deze interpretatie kan ik hem oordeelkamer geven. Ja, dan moet ik even kijken of die interpretatie wordt gedeeld door de eerste indiener. Dat is meneer Holman. Ik schors even één minuut. Ja, ik wil het wel weten. Als dat helpt, maak ik er geen proces voor, maar een stappenplan. Ja, nou, dat kan een slok op een borrel schelen. Ja, zeker. Kunt u nog even concluderen wat u nu met motie 2 aanbeveelt? Ik geef hem onder oordeelkamer. Dan is het ei gelegd. Zo is dat. Voorzitter, motie 3. Wij stemmen... Oh, dat is nog een vraag van de heer Van Kampen. Te vroeg gejuicht. Of ik heb het gemist, maar volgens mij... Wachten we nog op een appreciatie op motie 15? Kan dat kloppen, minister Adema? Dank je wel, meneer. Dank u wel, dan zien we u terug in het nieuwe jaar. Vanavond gaan we nog stemmen over de moties. Dank aan de beide ministers voor hun aanwezigheid. Ik schors tot 5:05.